Handgebaren zijn reuze handig als je kort en bondig wil communiceren. Maar houd wel de plaatselijke regels in de gaten, want dit betekent bij ons top. Maar in Irak, Iran en Afghanistan betekent het dat je de duim bij iemand in een nogal onnatuurlijke plek wil steken. Geen wonder dat de vredesmissies in de buurt nooit echt soepel lopen. Natuurlijk. Nee. Ja, waar dan? Wat is een onnatuurlijk... Maar is toch niet onnatuurlijk? Ja, voor jou misschien. Ja, het is niet wat ik dagelijks doe bij iemand. Nou. Maar er zijn mensen die het heel plezierig vinden. Onze G-spot zit daar. Dus, Die van jou? Nou, nee, die van jou ook. Van mannen. Ja. Je moet het eens even aan je vrouw vragen of ze het een keer wil doen. Ja, lekker op, joh. Ik ga daar zeker niks in. Je moet een keer aan je vrouw. Jij moet een keer aan je man vragen. Dat niet. Maar wij moeten niks. Gerst, ik ga jou zo even laten zien waar die zit. En dan vergeet je nooit meer. Dat kan je echt garanderen. Jan Klaassen. Nee, niet twee. Niet gelijk. Begin gewoon met eentje. Of doe even je pink. Nee. Begin met je pink. Met die duimen van jou. Nee, zo van mij zo. Lijkt wel een been. Wat wilde je zeggen? En, ja, ik ken uw vrouw, ik weet wat voor duim dat hij heeft. Dus. Maar bij Martijn kan je ook een duim tussen zijn voorstanders steken. Martijn, je hoeft niet overal antwoord op te geven. Nee, dat weet je bent op tv. Ik vind het wel een leuke quiz over de Nederlandse taal.